geen scoren. Clifford Hammond. Daar is opnieuw Taylor. Nu wel naar de basket en de scoren. Vernon Taylor. Op 4 punten. André Magdevski. Dus de aanval. Goed donor. Magdevski. Brandwijk. Met een 3-punter. Die valt er lekker binnen. Ja, prima. Boeiende wedstrijd. Lekker tempo. En af en toe ook vrije scorers, zoals van deze Maxime de Zeeuw. Limburg United. Laatste aanval. Überhaupt. In het tweede kwart. En die wordt beëindigd, het tweede kwart, met Brandwijk. Krijgt de bal niet onder controle. Kijk even of er een fout werd gemaakt. De scheidsrechters reageerden niet. En dus de aanval voor Limburg United met de 3-punter. Brandwijk. Nu dan de eerste score in het derde kwart. Jawel, Claymout. Ja, moet nu komen met een schot, want 24 seconden zijn verlopen. En daar is dan de 3-punter van Willem Brandwijk. Bal uitgepaast. Naar Mounts. Mist en dan is daar Victor Gadefors. Ik wou dat zeggen, Victor Gadefors. Natuurlijk Kjeld Zuidema. We volgen de wedstrijd met het balbezit voor Donar. Olisemeka. Pieter Olisemeka. Alex Stijn pakt zijn eigen rebound. En in tweede instantie scoort hij wel. Wordt gemist. Hij werkt keihard te zweet, maar hij heeft geen succes met de scorers vanavond. Via de ring, de rebound voor Stijn. Keel. Alex Stijn. Zag de ruimte voor het schot, benut die ruimte. En zet Limburg United weer op voorsprong. Wisselwerking. Gadefors, Magdevski. Gadefors onder het bord. Vrij